Ja, 's morgens wil ik een pak aandoen en kom kijken tot de conclusie dat we de helm niet kunnen vinden. Uiteindelijk overal gezocht en blijkt die gestolen. Dus dat is heel vervelend. Ja, hoe moet je dan doen? Ja, alternatieven zoeken. En uiteindelijk hadden we nog een helm bij van Jurgen en heb ik die maar opgezet. Maar jullie hebben nog wel lopen zoeken met z'n allen. Ja, we hebben elk hoekje, elk gaatje van de truck hebben we afgezocht. Maar ja, uiteindelijk moet je toch de conclusie trekken dat die weg is gehaald. Dus ze zijn heel vriendelijk, hebben het al over gehad, de Bolivianen. Maar er was er eentje zo vriendelijk om gewoon de helm mee te nemen zonder te vragen. Niet zijn best, hè? Nee, dit is geen goed begin van de marathon etappe. Nee. Dus rij je nu met een helm van iemand anders op? Is dat heel vervelend? Ja, ik vind het wel lastig, ja. Want mijn helm was ik echt wel heel erg aan gewend en die paste perfect. En deze ja, is het tot op heden nog net niet. Maar ja, ik zal het ermee moeten doen. Het verbaast mij sowieso, hè, tijdens die bivakken. Ja, iedereen loopt hier rond en alle spullen liggen overal, omdat het eigenlijk niet meer gestolen wordt. Ja, nou ja, normaal gesproken moet dat toch allemaal wel gewoon goed gaan. Ze hebben wel al een keertje meer iets weggehaald van me, maar dan stonden we echt gewoon zeg maar, niet in een afgesloten bivak. Ja. Wanneer? Wat dan? Ja, was met de rally in Griekenland vorig jaar een keertje. En daar stonden we wel echt langs de weg, dus ja, dan is het al iets aannemelijker. Ja, en dit was op de militaire basis van La Paz, dus als het ergens veilig zou moeten zijn, dan zou het daar moeten zijn, maar toch niet. Maar ja, goed, je zal toch met deze helm het einde moeten gaan halen, denk ik. Ja, daar gaan we voor.